Universiteit van Nederland. Als je in een rondje om onze aarde zou vliegen en daar om je heen zou kijken, dan zou je er van alles tegenkomen. Rakettrappen, oude satellieten, maar ook verfschilfers of andere onderdelen die losgelaten hebben. En dat klinkt misschien onschuldig, maar deze groeiende kosmische vuilnisbelt vormt een gevaar voor onze satellieten. En zonder satellieten stort de wereld zoals we die nu kennen in elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich realiseren hoe sterk wij afhankelijk zijn van de infrastructuur die satellieten ons bieden. Bijna iedereen doet pintransacties, banktransacties, alles gaat digitaal. Je gebruikt Google Maps om overal naartoe te gaan. Als je je telefoon kwijt bent of je sleutels niet kan vinden, overal zijn apps voor. De satellieten die daarvoor zorgen, moeten dat rondvliegende puin ontwijken. Hierdoor valt steeds vaker de verbinding met deze belangrijke satellieten weg. En dan kunnen we er geen gebruik meer maken van alle diensten die die satellieten leveren. Moet je je voorstellen dat je voor de tv op het puntje van je stoel naar je favoriete team zit te kijken. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. En dat op het belangrijkste moment... Naar Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! De verbinding wegvalt. Maar ook logistiek, hè? Dus zorgen dat de voedselvoorzieningen op gang blijven. De bediening van de supermarkten, bevoorrading van supermarkten, communicatie, elektriciteitsvoorziening. Ook dat wordt allemaal ondersteund door satellieten. En als we niet nu iets doen aan het ruimteafval, dan dreigt er hier op aarde een nog veel gevaarlijkere situatie te ontstaan. Het probleem van ruimteafval is qua urgentie vergelijkbaar met het klimaatprobleem. Als we er nu niks aan doen, dan is het worst case scenario dat we onszelf de toegang ontzeggen tot de ruimte. Dat we eigenlijk geen satellieten meer kunnen lanceren en misschien als mensen zelfs helemaal de ruimte niet meer in kunnen. En als dat wegvalt, hè, en dus de supermarkten kunnen niet meer goed bevoorraad worden, de energievoorziening kan niet meer goed gemanaged worden, we kunnen geen betaling meer doen. Nou, dat is een gigantisch probleem en dat kan echt leiden tot chaos in de samenleving. Hoe het precies zit met dat worst case scenario, dat legt Thomas Wijnen, sterrenkundige bij NOVA en Universiteit Leiden, je in deze aflevering uit. Hij schetst een beeld van de drukte buiten onze dampkring. Op dit moment zijn er meer dan 10.000 actieve satellieten, hè, dus die we nog kunnen besturen. En er zijn meer dan 1 miljoen brokstukken die groter zijn dan 1 centimeter. Sinds vorige eeuw is er meer dan 6 miljoen kilo puin de ruimte ingeslingerd. Dus dat is iets wat wij als mensen de ruimte in hebben gelanceerd en wat dus een rondje om de aarde draait. Het is echt door mensen gemaakt afval eigenlijk. Ja, het enige natuurlijke object dat om de aarde draait is de maan. Maar ja, al dat ruimtepuin, het is heel ver weg en daarom lijkt niemand zich er echt zorgen over te maken. Behalve wetenschappers zoals Thomas. Het is een abstract probleem omdat het letterlijk een ver van ons bedshow is die zich daarboven afspeelt. He, zoals wij nu 's nachts omhoog kijken, of overdag ook, dan zien we het niet. We zien dat de afval niet in de grote hoeveelheden niet. Dus ja, het is een beetje wat we niet zien, dat is er niet. Maar helaas, zo is het niet. Thomas helpt het probleem tastbaar te maken. Laten we beginnen bij het begin, waar al dat afval dan vandaan komt. Het zijn vooral onderdelen van satellieten en raketten die met pensioen zijn. Van lege brandstoftanks en oude rakettrappen tot schroefjes en zelfs verloren gereedschap van astronauten. Er is een animatie die heel duidelijk laat zien hoe de hoeveelheid ruimtepuin over de afgelopen decennia is toegenomen. En dat begon met de lancering van de Sputnik in 1957. De Russische satelliet, de allereerste satelliet die we als mensen in staat waren om te lanceren. En daarmee begon het. Humanity had entered the space age. En zo is het over de afgelopen jaren steeds explosiever toegenomen. Dat zie je heel goed in die animatie. Als een zwerm vliegjes die steeds maar groter wordt rondom ons enige thuis in het universum. En het probleem wordt eigenlijk alleen maar erger, blijft toenemen. Wat niet helpt, is dat er nog geen internationale regels en wetten zijn voor het lanceren van satellieten. Starlink die heeft al meer dan 8000 satellieten gelanceerd. Die hebben toestemming om er in totaal 12.000 te lanceren. En plannen om er nog eens een keer 30.000 extra, dus dat zou ooit 42.000 in totaal moeten zijn. Projecten Kuiper van Amazon, dat zijn meer dan 3.000 satellieten waarmee ze zijn begonnen. De Chinezen hebben plannen voor constellaties van tienduizenden satellieten. Europa heeft ook plannen voor constellaties van honderden satellieten. Ja, dat wordt alleen maar erger als we daar met z'n allen geen afspraken over maken. Oké, dus de huidige status. Veel satellieten die van groot belang zijn en ook heel veel troep. Maar er is toch oneindig veel ruimte in onze ruimte?
Kunnen we dat afval niet gewoon lekker laten rondzwerven? Hopen dat een zwart gat het allemaal voor ons opzuigt. Het zou mooi zijn als het zo zou zijn, maar zo werkt het helaas niet. De ruimte is ontzettend groot. Zeker in de beginjaren konden we straffeloze satellieten lanceren. Maar de laatste jaren is echt de hoeveelheid lanceringen is explosief toegenomen. Waardoor het dus nu wel een acuut probleem begint te worden. En dat blijkt dus dat de ruimte toch beperkter is dan we dachten. In ieder geval dicht bij de aarde voor die satellietbanen. En om dit te begrijpen moeten we het eerst hebben over die banen. Ook wel de route die een satelliet of dat ruimtepuin volgt rond de aarde. Dus als je een satelliet lanceert, ja, dan kan je hem op verschillende manieren eigenlijk om de aarde laten draaien. In een baan noemen we dat. Ik heb een baan om de aarde. En in feite kan je op oneindig veel banen om de aarde draaien. Maar er zijn eigenlijk maar bepaalde gebieden die interessant zijn voor satellieten. Satellieten in een hele lage baan, LEO-banen noemen we dat, Low Earth Orbit. Vrij dicht bij de aarde, op een hoogte van 200 kilometer tot 2000 kilometer. En dat zijn vaak satellieten waarvan het handig is dat ze daar dicht bij het aardoppervlak zitten. Voor aardobservatie in hoge resolutie, bijvoorbeeld weersatellieten. Maar ook communicatie, directe communicatie met je mobiel. En je kan satellieten eigenlijk in steeds hogere banen brengen. Maar er is eigenlijk maar een bepaalde hoogte tot waar het zinvol is, dat het echt nuttig is. En dat noemen we de geobanen. En dat zijn banen, satellieten, die bewegen net zo snel om de aarde als de aarde om zijn eigen as. Geostationaire banen. En dat betekent dat de satelliet dus altijd boven hetzelfde punt op aarde hangt. Dat zijn bijvoorbeeld die grote schotelantennes die je wel eens bij huizen ziet of balkons. Om bepaalde tv-kanalen te ontvangen, die zijn altijd op dit soort satellieten gericht. En daartussen, tussen die geo- en die leo-banen, heb je dus wat de zogeheten MEO-banen, dus Middle Earth Orbits. En dat zijn vooral GNSS-satellieten, dus Global Navigation System Satellites. GPS is daar denk ik het bekendste voorbeeld van, dat is het Amerikaans systeem. Elke van die drie hoogtes, en dus banen, brengt bepaalde voor- en nadelen met zich mee. En op basis daarvan worden satellieten geplaatst. In het verhaal van ruimtepuin is voornamelijk die laagste baan, de LEO, van belang. Hoe dicht die bij de aarde zit, hoe kleiner eigenlijk de ruimte is, de schil om de aarde. Naarmate we verder gaan, wordt die schil steeds groter. Maar omdat juist die laagste banen zo interessant zijn en de schil daar het kleinst is, is het daar inmiddels eigenlijk al heel druk geworden. Daar komt ook nog bij dat voorwerpen in die lage banen met enorme snelheden bewegen. Hoe verder je van de aarde bent, hoe langzamer je meebeweegt. Dus in die geobanen duurt een rondje om de aarde duurt een dag. Namelijk net zo lang als dat de aarde om zijn eigen as draait. En naarmate die dichterbij komt voor die leobanen, dat gaat heel snel. Dat kan je in 1,5 tot 2 uur dat je een rondje om de aarde gedaan hebt. Dat is ongeveer 25.000 tot 28.000 kilometer per uur. En dus met zulke hoge snelheden kan dus iets heel kleins al een hele grote impact hebben. En een bekend voorbeeld daarvan is een verfschilver die kleiner was dan een millimeter. Die is met die hele hoge snelheid in de ruit van een space shuttle gekomen. En die heeft een sterretje gemaakt die zeg maar 10 keer zo groot was. Dus enkele millimeters groot. Dus als zoiets minuscuuls als een verfschilver al zulke grotere schade aan kan richten, ja, kun je nagaan wat er gebeurt als die stukken ruimtepuin nog groter zijn. Dus je moet je voorstellen, inmiddels zijn we op een soort circuit beland waarin iedereen op topsnelheid door de binnenbocht wil. Door de toenemende drukte en hoge snelheden wordt de kans steeds groter dat dingen op elkaar botsen. En dat botsen, dat kan snel van kwaad tot erger gaan. Eén botsing leidt tot honderdduizenden nieuwe brokstukken die in dezelfde banen om de aarde opnieuw gevaar opleveren. En zo botsen er steeds meer stukken puin en satellieten tegen elkaar aan. En zo krijg je een domino-effect waarbij we dus heel snel een soort schil krijgen om de aarde die eigenlijk ontoegankelijk is geworden. En hoewel nieuwe satellieten bestuurbaar zijn, is het ruimteafval dat niet. Dus kan een domino-effect niet meer gestopt worden. En zo komt dat worst-case scenario steeds dichterbij. Dat noemen we het Kessler-syndroom. Dan kunnen we geen satellieten meer brengen in die banen. Maar eigenlijk ontzeg je jezelf ook de toegang tot de ruimte. In ieder geval, zeker als er mensen in een raket zitten, ja, dan moet je eigenlijk met gevaar voor eigen leven door die schil van projectielen zien te komen. Als een soort plastic soep rondom de aarde, waardoor we de ruimte niet meer kunnen bereiken of benutten, met alle gevolgen van dien. Dat brengt ons bij mogelijke oplossingen. De kosmische vuilnismannen in dit verhaal. Wat nou als we gewoon een megastopzuiger maken die de ruimte schoon kan zuigen? Dat vind ik een superleuk idee. Er zijn ook mensen, onderzoekers, die werken aan dat soort technieken. Met lasers of magneten, grijparmen.
En dus er worden hele creatieve en ook hele concrete ideeën er wordt er nu aan gewerkt. En daar ben ik ook heel blij om. Een van die partijen die met creatieve oplossingen bezig is, is de ESA. Het Europees Ruimteagentschap. We bezoeken de Nederlandse locatie in Noordwijk en praten met Irene, die als engineer werkt aan het verminderen van ruimteafval. We werken aan verschillende missies en verschillende technologieën om dat te doen. Er is maar niet één technologie, dus één stofzuiger of één robotarm die dat doet, omdat wij in verschillende banen werken, lage banen, hoge banen, maar ook met verschillende grote satellieten die verwijderd moeten worden aan het einde van het leven of als ruimtepuin. Dus dat hangt een beetje af van de grootte van de satelliet en waar de baanwaarde zit. Bij één van die missies kijken we vandaag mee. In het lab waar we staan worden de technologie en computermodellen ontwikkeld voor een soort opruimsatellieten. Deze worden gelanceerd en richting het puin gestuurd. Dan zorgen wij dat hij de instrument aan boord heeft en de wiskundige modellen aan boord heeft, waarmee hij kan zien waar hij is. Maar ook dat hij weet waar hij naartoe gaat, hoe die naartoe moet gaan en ook vooral hoe die dat moet besturen met zijn raketjes. En dat moeten we heel nauwkeurig doen. Want het laatste wat je wil, is dat je, om een stukje puin weg te halen, dat je het botst en dat je meer creëert. Dat ophalen van het afval gebeurt bijvoorbeeld met een soort tentakels. Ik probeer altijd een beetje een grappige vergelijking te maken, maar als je bij de kermis bent, dan heb je van die machines die zo'n tentakel hebben en die gaan naar beneden en die wikkelen het object om, hopelijk, want dan heb je gewonnen, die nemen het mee en die gaan het verplaatsen. Bij optie 1 brengt die opruimsatelliet het afval mee naar een baan dicht bij de aarde, waar het opbrandt in de atmosfeer. De tweede manier, en dat is meer voor de satellieten die in geo zitten, die heel hoog zitten, is dat is heel moeilijk om te doen vanuit zo'n hoogte. Maar er is al een specifieke bepaalde baan, die heet een begraafplaats. En dat is, zit net buiten de geozone en ze worden een soort van begraven, maar op een hele gecontroleerde manier. Dus we weten waar ze zijn, dus daar heeft de rest van de actieve satellieten geen last van. Robotarmen, tentakels, opbranden, begraven. Gelukkig komen er steeds meer oplossingen. En ook Thomas helpt daaraan mee. Wij als NOVA, we gaan voor de defensie, gaan we twee sensoren maken die op twee verschillende plekken op aarde komen. En die houden de nachthemel in de gaten en die zien als satellieten voorbij komen. En die brengen ze dus ook in kaart. Want het is heel belangrijk dat we precies weten waar satellieten zitten. Zodat als er naderende botsingen zijn, dat we dat kunnen voorkomen en tijdig kunnen bijsturen om een brokstuk of een andere satelliet te ontwijken. Dus, de toekomst. Zijn wij over een aantal jaar helemaal afgesloten van de rest van het universum? Ik denk dat we absoluut op tijd zijn nog om dit probleem op te lossen. En de technologieontwikkeling is ook al gaande. En ook de ontwikkeling van wet en regelgeving. Dus ik ben hoopvol naar de toekomst toe. Hè, dat we dat Kessler-syndroom kunnen afwenden. En dat we nog heel lang gebruik kunnen maken van alle technologische ontwikkelingen die de ruimte ons biedt. Dankjewel Thomas voor je uitleg over ruimtepuin. En jij, beste kijker, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hoi, ik ben Roos van de Universiteit van Nederland. Krijg jij geen genoeg van wetenschap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je nooit meer iets en delen we nog meer interessante inzichten met je. Zet je nieuwsgierigheid aan en schrijf je in via de link in de beschrijving.